aan het eentje. Mieter, we hebben eigenlijk vorig jaar de twee avonden op vrijdag de huisband. En op zaterdag de feestavond. En kijk, je ziet de resultaten niet van vandaag. En het extra teken is dat straks de twee moeilijkste talenten hier op het podium staan. En dat is heel leuk. En die zijn er niet echt, dat kunnen we zeggen, denk ik wel. Ja, dat zullen de kijkers dadelijk al zien. Dat zijn Milou Lapien en Tim van der Wouw. Goedemorgen. En succes gisteravond? Hartstikke groot succes. Ja? Het is heel super geweest. Dik, leuke tent vol en alles liep naar wens. Ja? Veel vrijwilligers die ons elk jaar heel veel meehelpen. Dat wordt bedankt trouwens. Super. Fijn dat die mensen dat allemaal willen doen. Ja, 70 man lopen er dan rond, hè, die avond. Dat is toch behoorlijk. Hoeveel? Rond de 70 mensen. 70 vrijwilligers? 70 vrijwilligers. Ja, oh. met natuurlijk het spul van onze Raad van Elf, de leden erbij, dat is ongeveer de helft. Maar de andere helft zijn mensen die gewoon hun truimpje en de deurdraaien zo warm hart te dragen. Hè? Zo, ja. Zo hiet het dan, hè? Dat is toch knap. Heel mooi, ja. Ja, daar zijn we blij mee, de mensen. Ja. Zeker weten. En de schatting wat er binnen zat, 1300? Ja, het loopt op de een. De ene schat 1300, de andere 15. Maar zo rond die koers zal het zitten. Misschien een enkele meer, maar ja, een rawaide zooi of daar. Ja, dat was mooi. Goed feestje geweest. Dus weer een herhaling van het volgende jaar. Al 35 jaar doen we deze, dus dat gaat er niet uit. 35 jaar? Ja, ongeveer. Heb ik zo'n beetje teruggeteld. Rond de 35 jaar. Ja. Heel klein begonnen en nu is het een grote tent. Gezellig. En de laatste tentfeest van het seizoen, dus dat geeft al een beetje extra dimensie. Ja, okay. De lange nacht is heel bekend, dus komt goed, denk ik. Oké, okay. Hartelijk bedankt, jongen. Goedemorgen.